Pelle, gefeliciteerd. Je wint met 4-0 van Zwitserland. Dat wordt een zomer in Griekenland, hè? Ja, lekker hè? EK, daar gaat het om. En dat was ook jullie enige opdracht, hè? Dat is eigenlijk gewoon geweest nummer 1 worden van de pool. Ja, klopt. En de laatste wedstrijd ben je dan misschien nog een beetje afhankelijk van Noorwegen. Maar ja, we wisten gewoon dat we zelf een goede wedstrijd moesten spelen. Ja, in het begin was het een beetje lastig. We gingen bij vlagen goed. Maar de tweede helft denk ik dat we het wel aardig hebben gedaan. Ja, wat je zei, je bent afhankelijk van wat er bij die wedstrijd van Noorwegen gebeurt. En eigenlijk was het tot het begin van de tweede helft, 5 minuten tweede helft, ook nog heel spannend. Kregen jullie dat mee in de rust bijvoorbeeld, wat er daar gebeurde? Nee, we moesten ons gewoon focussen op onze eigen wedstrijd. En dat hebben we goed gedaan. Bleven voetballen, bleven rustig. Gaan niet onnodig lange ballen spelen. En dat hebben we goed gedaan. Jij maakt uiteindelijk de 3-0. Hoe mooi is dat in Harkema in Friesland om hier de 3-0 te maken? Ja, dat is heel fijn. Kut goal, zo noemen ze dat denk ik. Of echt een spitse goal. Maar ik zag de bal tussen de verdediger en de keeper. En ik zag ze al een beetje twijfelen. Dus ik dacht, kan geen kwaad om er even bij te kijken. En ik schiet naar binnen. Je maakt ook al in de eerste wedstrijd de enige goal. Hoe heb jij deze elite ronde beleefd? Ja, goed voor mijn ontwikkeling ook denk ik. En tegen Noorwegen denk ik dat je ook nog wel moet scoren, maar uiteindelijk denk ik dat we het goed hebben gedaan. Ja, nu dat Europees kampioenschap, heb jij enig idee hoe goed Nederland is, jouw team, dit onder 19 team, ten opzichte van andere landen die in Griekenland uit gaan komen? Al weet je misschien nog niet wie het zijn allemaal. Nee, klopt. Nee. Ik denk als je op papier kijkt, hebben we ook echt een supergoed team. En als team moet het weer, denk ik, nog iets beter, maar dat gaat wel goed komen. Want, hoe heb je de sfeer ervaren in zo'n week tijd, zeg maar? Want het is eigenlijk een mini-toernooi eigenlijk geweest, hè? Zo'n elite ronde. Ja, klopt. Ja, het is gewoon echt wedstrijd naar wedstrijd kijken. En gewoon eigenlijk moet je elke wedstrijd winnen. Dan word je eigenlijk gewoon eerste. Maar een beetje pech nog bij Noorwegen dan. Maar ik denk dat we uiteindelijk een goede week hebben gehad. Hoe is het om in zo'n ploeg te spelen? Hoe speelt de ploeg met elkaar, zeg maar? Hoe is het team? Ja, heel leuk. Je voetbalt natuurlijk met de beste jongens van Nederland, van onze leeftijd. En dan merk je dat het niveau ook heel hoog is en dat je er zelf ook veel van opsteekt. Ja, je zei zelf al, het was een typische spitse goal. Jij bent ook echt een typische spits, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Echt een 9. Is dat je rol bij Heerenveen ook? Nog niet, soms, af en toe. Ligt eraan welke posities bezet zijn. Hoe is die blijdschap? Beschrijf wat is, zeg maar, na dat laatste fluitsignaal. Ja, super blij natuurlijk. Uiteindelijk doe je het hier helemaal voor. En we plaatsen ons gewoon voor het EK. En nu zien we het wel. Het is eigenlijk een gekke situatie, want je gaat weer terug naar je club. En dan is het, je komt helemaal niet zo vaak bij elkaar meer, hè? Vlak voordat in de aanloop naar het Europees kampioenschap. Nee, klopt. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Als team merk je dat je na zo'n week al echt een team gaat worden. In het begin is het natuurlijk lastig, want iedereen komt van een andere club. Maar ik denk dat we een goed team hebben en ook samen goed kunnen spelen. Top, nogmaals gefeliciteerd. Dank u wel.